Mevrouw Eigema, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Aan de start van het debat gaf ik aan niet echt blij te zijn met de beantwoording aan, ook als het gaat om de sluis, voorzitter. In de beantwoording geeft de minister aan, Nederland staat nog steeds in de top 5 van landen waar geneesmiddelen het snelst worden geïntroduceerd. En hij schreef, verder maak ik op, volgens de patient weight indicator study, de tijd die er zit tussen markttoelating en beschikbaarheid van oncologische geneesmiddelen voor patiënten in België en Frankrijk significant langer is dan in Nederland. En dit is niet helemaal een juiste voorstelling van zaken. Want het punt is nou juist dat tussen goedkeuring en definitieve vergoeding in Frankrijk, Duitsland en België wellicht een langere periode zit. Maar in die landen, en dat is een cruciaal verschil, voorzitter, krijgen de mensen hun geneesmiddel in de tussentijd. En in Nederland niet. In Nederland blokkeert deze minister de toegang tot dat geneesmiddel. Waardoor patiënten verslechteren en soms zelfs doodgaan. Zoals Solaire Raven vorig jaar. Dus mijn vraag aan de minister is zij bereid om te komen tot een systeem zoals in België, Frankrijk en Duitsland, waarbij er eerst wordt vergoed en in de tussentijd wordt onderhandeld. De minister. Voorzitter, nee. Ik hecht aan het systematiek die wij hebben. Ik hecht ook aan de belangrijke rol die het Zorginstituut daarbij speelt. Waarbij overigens, als het gaat over goedkeuring, dan gebeurt dat op Europese basis allereerst overal gelijk. Het ook, en we hebben er wel eens eerder bij stilgestaan, een belangrijke rol is van de aanbieder om te zorgen dat een dossier en daarmee ook onderhandelingen zo snel mogelijk kunnen starten. Dus een concrete antwoord, nee, ik hecht aan de systematiek en wil die systematiek graag vasthouden. Mevrouw Eigema. Het is een systematiek van botte dodelijkheid. Deze minister laat in Nederland patiënten sterven. Heel concreet, Caftrio met Solaire Raven is vorig jaar overleden en ze heeft smeekbedes op internet geplaatst of ze haar medicijn alsjeblieft kon krijgen. En ze kreeg het niet. En in andere landen krijgen ze het wel. En we hebben hier een lijst gekregen in de feitelijke vragenronde van 31 kankermedicijnen die op dit moment in de sluis zitten. Die kankerpatiënten in andere landen in de tussentijd wel krijgen. En in Nederland wordt hun toegang tot een levensreddend medicijn geblokkeerd. En deze minister zegt hier dat hij dat in stand wil houden. Hij creëert dat mensen verslechteren, achteruit gaan. Dat ze ziekere patiënten worden en zelfs doodgaan. Terwijl in andere landen dat niet het geval is. En dan kan de minister hier toch niet met droge ogen beweren dat hij bijvoorbeeld meegaat in het beleid van dat we voor betere zorg moeten gaan. Of dat hij vindt dat onze kankerzorg de beste moet zijn in Europa. Dat kan hij hier toch niet volhouden, voorzitter, als hij hier met droge ogen glashard zegt, nee, ik blijf bij die sluis. En ik doe het anders dan Frankrijk, Duitsland en België. En hier krijgen de mensen niet in de tussentijd hun geneesmiddel. En in die andere landen wel. En hier kunnen ze dus de rambam krijgen, achteruit gaan. En zoals in het geval van Solaire Raven ook gewoon overlijden. Dank u wel, de minister. God geklaagd, voorzitter. De minister. Ja, voorzitter. Mevrouw Eigema verwijst heel erg naar mij als persoon die hier het lot van individuele patiënten beïnvloedt. Wat wij nadrukkelijk doen, en daar hebben wij het Zorginstituut voor, is dat we een Zorginstituut experts laten beoordelen wat de impact en de effectiviteit en ook de verantwoordelijke kosten zijn die bij een individueel medicament. Het feit dat er een groot aantal mensen of groot aantal middelen in een sluis staan, is precies een illustratie van de innovatie en de innovatiekracht die er nu is. Maar juist deze sterke ontwikkeling onderschrijft alleen maar des te meer het belang van een sluis. Als het één nieuw middel was in de 10 jaar, dan zou je misschien kunnen volstaan en zeggen, nou, laten we dat maar gewoon direct tot de markt toelaten, blij dat het er is. En we hoeven niet een afweging te maken tussen andere middelen. Maar in dit geval ligt dat echt anders. Kan de minister ook nog ingaan op het andere aspect, het verschil met andere landen? Zeker. Als we even kijken naar die weight indicator onderzoek, dan staat Nederland overal op de 4e plek. En voor oncologische middelen op plek 7. Frankrijk staat op plek 15 en België staat op plek 18. Maar voorzitter, ik heb het toch al een aantal keren gezegd. Nu krijg ik weer dat antwoord. Ik heb al een aantal keren gezegd dat dat het moment is van toelating tot definitieve vergoeding. En die is inderdaad in die andere landen langer, maar in de tussentijd krijgen de patiënten wel hun medicijn. Ja. En in Nederland krijgen ze niet hun medicijn. Hoe is het nou mogelijk, voorzitter, dat de minister steeds hetzelfde antwoord opleest van hetzelfde briefje en dat in die antwoorden stopt en dat ze iedere keer maar herhaalt, terwijl ik daarop reageer en de minister dus niet in staat is om te reageren wat ik hem vraag. Voorzitter, de minister is uitstekend in staat om te reageren op wat mevrouw Eigema mij vraagt.
Daarbij geef ik aan dat wij nadrukkelijk gekozen hebben voor een beoordeling door een zorginstituut, een sluissystematiek, en dat ik hecht aan het vasthouden aan die systematiek. Ik ga mevrouw Aagmaar toch nog heel even helpen. Wat zij bedoelt is dat in andere landen mensen dan wel in de tussentijd hun medicijnen krijgen. En of de minister op dat aspect kan ingaan. Voorzitter, het is zo dat in een enkel land, ook als er nog geen beoordeling is, een middel dan al voorgeschreven kan worden, zonder dat je op dat moment dus precies weet wat voor die betreffende patiënten effectiviteit is, zonder dat je precies weet wat daadwerkelijke relevante prijsstelling zou moeten zijn. En dat is een systematiek waar wij in Nederland, naar mijn idee, op goede gronden niet voor gekozen hebben.